En we kijken iedere keer naar de pand. En op een moment zeg ik tegen Karima, als grap, zeg ik, zullen wij daar iets beginnen? Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Mustafa en Karima, nieuwe ondernemers in Boksel. Jullie zijn nu een paar maanden bezig met de Zwaanse Burger. Hoe gaat het? Nou, niet klagen. Op het algemeen gaat het hartstikke goed. Een goede begin. Dus we willen gewoon nog beter ons best doen, maar dat komt wel. Iedere stapje per stap en dan gaan we goede richting. Ja. En hoe is het idee ontstaan om hier iets te beginnen? De idee was als grap gewoon. We komen gewoon naar het centrum, naar Kruidvat, elke keer wat kopen. En dan we gaan gewoon naar die muurtje daar staan. Bij de Zwaanse Brug op het muurtje? Ja, en dan zeggen we zonder dat die pand gesloten is. En dan hij begint, zullen we shawarma maken? Zullen we dat maken? Vertel. Wat grapjes. Nee, ja, klopt. Het was wel een mooi weer, lekker. En we gingen gewoon daar een beetje gewoon van de zon genieten. Ja. En we kijken iedere keer naar de pand. En op een moment zei ik tegen Karima, als grap, zei ik, zullen wij daar iets beginnen? Nou, toen na een paar maanden en weer hetzelfde verhaal gingen wij daar zitten. En toen begon het een beetje concreet te worden. Ik zei tegen haar, ik wil eigenlijk daar beginnen. Het is gewoon, gewoon een pand is mooi, midden in het centrum. En we hebben gewoon, er stond een plaatje daar met het nummer van een verhuurder. Nou, contact genomen. En we hadden in het begin echt geen flauw idee wat het gaat worden. Nee, wat zei je, dat gaan we niet doen? Of zei je, ja, leuk, gaan we doen? Jawel. Ik wil altijd wat doen. En dan, het is kans voor mij om iets te doen hier. Dus en vooral met hem, dat is ook gezellig. Ja, jullie zijn een paar, hè? Ja. Wij zijn getrouwd en de drie kinderen. Dus, dit is ook gewoon onze rechterhand. Dus, na school komen ze ons ook helpen. Dat is gewoon een klein familiebedrijf geworden. Ja. Dus hopen we dat we gewoon een goede aanwinst zijn voor Boksel. Met onze burgerzaak. Toen ik was in Nederland, ik wist het niet dat hij in Nederland was. En dan hij ook niet. Maar jullie kenden elkaar al? Ja, wij waren in basisschool geleerd samen. Serieus, op de basisschool? We hebben echt op dat de basisschool echt samen gezeten. En middelbare school. En de middelbare school had zijn gewoon een andere studie gekozen en ik ook. Ja. En sindsdien hebben we elkaar niet gezien. Kwamen jullie elkaar tegen in Nederland? Nee. Dat is echt toeval. Nee, we waren op vakantie in Marokko en mijn kinderen die... We waren op een school en de kinderen die hebben een oude, ook een school, vriendin van haar op school. Zij gaf daar les. En ik heb haar gezien en die twee die waren altijd samen. Dus op een middelbare school, Karima en Huria, die waren altijd samen. En ik zag haar en we hadden gewoon grapjes gemaakt van, hey, waar is jouw vriendin Karima? Je staat gewoon hier alleen. Ze zei, zij woont gewoon in Nederland. Oh, ik zeg, ja, ik ook. Nou, toen gingen wij nummeren wisselen en appen. En we zijn van het een kwam het ander. Ja. Dat was gewoon toeval. Dat is echt leuk. Ja. En jullie zijn echte Liemdenaren. Ja, ik ben wel sinds 2020 in Liemde terechtgekomen. En zij is al uit Leiden, ze komt uit Leiden. Leidenaar. Ja, een Leidenaar, ja. Dus ja, ik kom uit Liemde en zij uit... Maar hoe kom je in Liemde terecht? Ja, vroeger was ik al getrouwd, dus door trouwen ben ik gewoon hier terechtgekomen. En nog steeds in Liemde, dus ja. En bevalt hartstikke goed, dus... Ik kan me voorstellen. En heb je nog dromen? Hebben jullie nog dromen? Ja, dromen. Dat wij gewoon altijd gewoon gelukkig en gezond blijven. Dat de kinderen ook hoop ik dat ze ook gewoon een leuke toekomst hier krijgen. En ook iets voor hun zelf gaan beginnen. Dat lijkt me gewoon ook leuk voor de kinderen. Dat is gewoon onze droom. Gewoon gelukkig zijn en gezond. Hoe moeten we het nou noemen? Is het een restaurant? Is het een afhaal? Hoe noem je dit? Ja, het is gewoon een liefdebedrijf. Ja, dat is gewoon een burgerzaak. Tussen gewoon een restaurant en een burgerzaak. Dat is een fastfood restaurant, kunnen wij dat ook noemen. Dus,
ik heb ideeën over eten, over kruiden. Ik heb heel veel geleerd in Marokko. Ik heb een bagage. Dat heeft niks te maken met diploma's of nee. Maar het is gewoon... Gevoel. Ja, gevoel. Ik doe ook alles met liefde gewoon. Kijk, als mensen zijn klaar met eten en ze zeggen lekker, voor mij, daar ben ik ook blij van. Ja. Dus ja... Maar ik hoorde net dat jij een hele andere opleiding hebt gedaan. Ja, ik heb helemaal recht gedaan in Marokko. Recht? Ik heb mijn universiteit afgemaakt in Marokko van rechts. Ja, dus. En dan kom je hier in de hamburgertent. Heel anders, ja. Ja. Jij ook? Nee, nu momenteel zit ik wel een beetje in de horeca. Ik heb ook een andere zaak in Rotterdam, dat is ook een horeca groothandel, maar... Dus ik ben van beroep eigenlijk een sportleraar. Sportleraar? Ja, een sportleraar heb ik ook les. Dan ga je mensen hamburgers laten eten. Ja, gewoon een beetje bewegen en een hamburgers hebben. Ja, nee, ik ben echt gewoon een lichamelijke docent geweest in Marokko. Heb ik ook daar ook een jaar gewerkt. En nou zitten wij gewoon hier in Nederland gewoon hamburgers te bakken. Wat zijn jouw dromen? Kijk, vroeger ik heb een droom dat ik advocaat word of iets met recht te maken. Maar nu is het heel anders. Kijk, gezondheid en geluk blijven met mijn man en met onze kinderen. Dat is mijn droom nu. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel.